zijn nu aangekomen in Coruni, een dorpje in Zuidwest Suriname. Dit is het laatste dorpje wat eigenlijk nog geen school heeft. En zoals je kan zien hier, zijn er al heel wat planken en gereedschappen gebracht om te beginnen aan dit prachtige project. Ik moet eerlijk zijn, nadat we Amatop hebben afgerond, is het geweldig om weer aan het begin te staan van een nieuw project. En met dezelfde werkgroep die we hebben, sterke jongens die hier zo leven nu, ja, gaan we ervan uit dat het weer een geslaagd project wordt. Hoe je met dat hoe het doet, maar een moeite, een trang, een lafassie. Maar ja, ik doe een beetje de plus de team die gaat scoren. Dus nu ontwikkel ik een kobi. Dus ik heb een gasten voor een kobi terug. Ik heb de grand tang hier. A la fasi, if they no be one, they no boy up, they fall off for beauty. They look at a country call them coin a hobby. They give one son. That means if you be to, that means if they train a food or a Net als op Amatopo, is er in Coruni ook heel veel te doen met de jeugd die naar school gaat. Dat ze kunnen leren, lezen, schrijven. Dat als ze op dat level zijn, kunnen zij ons leren over de natuur, hoe ermee om te gaan. En dat is ons streven. En daarom doen wij dit. Waarom? We houden van Suriname. We houden van de natuur. En dat is ons ding, wat ons blij maakt.